Hi lieve luisteraars. Wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berendsen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van holistisch leven. Nou ja, als ik merk dat ik gespiegeld word door mijn zoon en ook getriggerd word door mijn vrouw. Hè, soms triggert ze me op mijn pijnstukken. Ja. Het enige wat ik nu doe is zeg ik wil je mijn knuffel geven. Hoi, welkom bij weer een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En vandaag zit ik met Mark Schadenberg, onder andere oud-beroepsmilitair, slaapcoach. Je hebt boek Van Slaapwandeling naar Droomleven geschreven, maar naast dat je sportliefhebber bent, zit er zoveel diepgang ook in jou. En daar gaan we het over hebben, want je hebt, er is zoveel nieuws weer zich aan het ontwikkelen in jouw leven, waar je heel veel mensen mee kan verrijken en willen natuurlijk meer over weten. Welkom in de podcast. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, fijn dat je er bent. Eindelijk ja. Elkaar, hè? Ja. Hey, ik stel altijd de eerste vraag, voordat we natuurlijk helemaal doorgaan naar jou. Wat is holistisch leven voor jou? Ja, ik wist natuurlijk dat deze vraag kon verwachten. Ik vind holistisch leven een hele mooie samenhang van de nieuwe wereld waar we naartoe mogen gaan. Mm-hmm. Dus de conditioneringen loslaten, aan de slag gaan met trauma's, innerlijk werk gaan doen. En uiteindelijk dus geluk ervaren vanuit liefde met jezelf en daardoor verbinding. Dus het is een hele mooi woord. Uiteindelijk denk ik dat het een begin is om richting de nieuwe wereld te gaan. Ja, mooi. Hey, en die nieuwe wereld is natuurlijk niet altijd geweest. Want voor de mensen die jou nog niet kennen, wil je ons even meenemen van je jeugd tot waar je nu staat. Zo, nou. Ja, ik ben eigenlijk ooit te vroeg geboren. Mm-hmm. In een couveuse neergelegd. Dus meteen ontbonden met mijn moeder. Mm. In een overlevingssituatie terechtgekomen. Een kastje op mijn lichaam gehad. Dus als ik stopte met ademen, kreeg ik een stroomschok. Daardoor als kind zijnde lost geraakt. Dus niemand kunnen verbinden. Voer geweest om gepest te worden. Mm. En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga mezelf eens even testen. Ik ga beroepsmilitair worden. Want als je echt man wil worden, dan moet je militair gaan worden. Dan doe je dat. En uiteindelijk militair geworden. Verschillende uitzendingen. Trauma's opgelopen. Dingen gezien in andere landen. Wat sommige mensen in films zien. Psychologische oorlogsvoering. Ging slechter slapen. Vandaar ook mijn stuk carrière in de slaap. Maar uiteindelijk dacht ik, waar ben ik mee bezig? Ga ik zo heel de dag die rat race leven? En bleef maar trauma's komen of weer vluchten. En toen dacht ik, weet je wat? Ik moet mezelf aan de slag. Maar dat was in die tijd, 2016, 17? Was dat nog een beetje abracadabra? Hoe noemen ze het ook weer? Spiritualiteit, geitenwolle sokken. Maar ik dacht, heel leuk. Ja. Maar dat heeft me wel eigenlijk geholpen om na de eerste uitzending, dat was in 2006, om die alternatieve route in te gaan van gevoel. En dat heeft me nu wel gebracht tot de persoon die ik nu ben. Waar je nu staat, ja. Wat een verhaal, zeg. Je vertelt het zo. Maar ik bedoel, mensen even. Ik sta nog bij het ene te wachten en het volgende dient zich al aan. Hoe ver ben je daarin nu voor jezelf, als je dat wil delen natuurlijk met ons? Hoe ver sta je daar nu in? Zo, hele mooie vraag. Hele mooie. Ik heb heel lang in een slachtofferrol geleefd. Andere dingen de schuld geven. Altijd ver buiten mezelf zoeken. Mezelf verloren in het social media, studies, van alles. En als ik nu kijk, kom ik steeds dichter bij mezelf. Ook mede doordat ik vader ben geworden. Want als er iets natuurlijk de grote spiegel is van de openstaande trauma's, is het je kind. En ik voel heel veel rust. Ik moet natuurlijk wel zeggen, het is niet altijd perfect. Dus ook ik zie nog steeds naar mijn hoofd en dan weer naar mijn gevoel en dan weer naar mijn hoofd. Maar tijdens de zwangerschap heb ik 9 maanden lang elke dag gehuild. Want het moest er gewoon allemaal uit. Zo. En nu zit ik in een leerproces dat vanuit hetgeen wat ik nu ook doe, vanuit de traumalijn, is dat ik ben geboren in een couveuse, dus geen verbinding. Ja, mijn moeder heeft haar best gedaan, maar eigenlijk voelde ik me, de band is gebroken tussen ons. Ik voelde me afgewezen. Dus ik zit nu heel vaak in een schaarste gedachte. In geld, schaarste, in tijd. En dat stuk ben ik nu aan het aangaan van, en dan zit denk ik ook mijn grootste pijn. Ja. Alles is in overvloed. Ja. Liefde is in overvloed. Ja. En omdat ik het zo gemist heb in het begin van mijn leven,
schiet ik echt heel snel naar... En dat laat mijn leven dan leiden. En daar word ik geen leuke vader van, geen leuke man van, geen leuke vriend van. Ja. Dus ja, dat is wel een proces waar ik nu heel erg mee bezig ben. Oh, wat fijn dat je dit zo open deelt. Want ja, weet je, er is natuurlijk heel vaak ook de succesverhalen en alles wat is. En juist dit brengt mensen ook weer zo puur bij wat er is in dit moment. Ja. En dat is ook echt fezen van... Poeh, oh jeetje, ik ervaar die schaarste of ik ervaar dat tekort. En wat doe je nu dan, als je dat ervaart? Dus er is iets... Poh, ja, dat is een hele goede. Wat ik nu vooral bezig heb, en daar heb ik ook echt mijn vrouw voor nodig. Die is echt, ja, dat is gewoon mijn spiegel. Dus als ik in de schaarste schiet, dat kan zijn als ik naar mijn rekening kijk en ik denk, nou, staat er weer te weinig op. Of mijn agenda zit niet vol met nieuwe intakes. Hè. Die periodes heb je ook natuurlijk in de vakantie. Ja. Ja. Dan ga ik, maak ik het persoonlijk. Ja. Ja, en dan zegt mijn vrouw Joyce gewoon van Mark, maar mensen zijn gewoon op vakantie. Ja. We hebben net een nieuw huis gekocht. Er moeten gewoon rekeningen betaald worden. En ik, oh ja, wacht. Ja. Ik mag blij zijn dat ik in een nieuw huis woon. Ja. Ik mag blij zijn dat ik ook mag genieten van eigen vakantie. Ja. In plaats van als ondernemer altijd maar doorwerken. Ja. Dus zij is daar wel een hele goede spiegel in. En ja, natuurlijk ook steeds bekender wordt, is het manifesteren. Ja, ik manifesteerde me helemaal rot met ik wil een ton per jaar verdienen. Ja. Maar de consequentie was dat ik 80 uur in de week ging werken. En dan dacht ik, ja, maar ik wil ook nog tijd voor mijn vrouw. Ik wil ook nog tijd met mijn kind hebben. Waarmee ga ik happy zijn? Ja. Ja. En welke dingen ga ik loslaten waar ik niet mezelf kan en mag zijn? Dus waarom ben ik een cover, een performance? Hmm. En dan zie je, dan heb je misschien even wat minder centjes, maar wel meer tijd met mijn zoon. Ja. En die transformatie ga ik nu ook echt. Ja. Wat wordt mijn missie? Mm-hmm. En ja, dan moet je soms opofferingen doen. Ja, want wat wordt je missie? Ja, mijn, vroegere leven zeg ik altijd maar voordat alles was echt bestaansrecht gezien willen worden. Want ja, was ik het wel waard om te leven? Ja. Mocht ik wel leven? Ik voelde me ook altijd heel schuldig. Ja. Ik was eentje van de vierling. Twee zijn vroegtijdig overleden in de baarmoeder. Mm. Dus het is een heel groot rouwproces. Ja. Ja, ben ik het dan waard dat ik als eerste, hè, als je natuurlijk vanuit de fontein kijkt, ben ik misschien wel nummer 8. Ja. Ben ik het waard? En nu merk ik dat ik met het werk wat ik doe is om... mensen te begeleiden, zodat er rust en heling komt en dat ze sterker in de wereld staan. Maar vooral zodat zij het goede voorbeeld kunnen gaan geven aan de nieuwe generatie. Ja, ja, ik zie mezelf als een lotusbloem. Ja, ja. Ik ben nu door de modder heen aan het gaan met heel veel anderen. Ja. En uiteindelijk komt die bloem tot groei. En dan zijn we in mijn ogen in die mooie, liefdevolle wereld waar heel veel stukken voorbij zijn. Ja, ja. Ja, het is ook echt wel... Ik vind het heel mooi ook als je zo beschrijft, hè, hoe je eigenlijk de strijd buiten je, als bijvoorbeeld beroepsmilitair hebt geleefd en nu eigenlijk ook als strijder die door die modder worstelt en alles aangaat en alles aan mag kijken. Je zegt van, hè, mijn vrouw is de spiegel. Maar hoe ga je dan zitten? Ga je ermee zitten of ga je wandelen of ga je sporten? Hoe werkt dat? Hoe doe jij dat? Ja, ik ga heel veel, merk ik steeds meer... probeer ik ook wel momenten bij mezelf. Mm-hmm. Maar dat ging ik daar. Bij mij is eigenlijk ook heel vaak alles of niet. Mm-hmm. Een novemberkindje, dus ik ben heel erg van alles of niet. Altijd lang mezelf straffen voor als het niet goed gaat. Ja. Dus ik kan extreem sporten, tot helemaal afgetraind. En, op de menshelft staan. Nou ja, dat is ook een ego-ding. Dat is wederom weer een ego-ding. Ik ben het gelukkig niet geworden op de cover, want ik ben niet de cover. Nee, ik ben de inhoud. Nee, dat was wel een prachtig plaatje. Ja, ja, maar als ik naar dat plaatje keek... Ja. De demo-koffer. Ja. En ik heb heel respect voor de jongen die het geworden is. Zag ik niet mezelf daar staan. Nee, oké. Okay. En dacht ik, ik, net zoals met wat je net al mooi vertelde. Ik ben meer dan alleen mijn buitenkant. Ja, ja. Dus het was weer mijn ego die bestaansrecht wilde creëren. Ja. Ja. Terwijl tijdens dat sporten, voelde ik me supergoed. En ik kon alles aan. Mijn business groeide heel goed. Maar daarna kwam ook weer mijn donkere kant. Dat ik me schuldig voelde dat ik 's ochtends naar de sportschool ging. En niet de ochtend begon met mijn zoon en mijn vrouw. Ja, precies, ja. Dus het was echt een hele wisselwerking tussen mijn verlangens en mijn behoeftes. Ja, ik wilde op die koffer komen. Maar was mijn ego drive. Maar ik vergat ook eventjes de verantwoordelijkheid te nemen over mijn vaderschap. Ja, ja. Ja, en dat is nu ook waar ik nu continu mee bezig ben. Want ik mag leren van hem om in het moment van hem te genieten. En als ik dat doe... krijg ik ook excitedy gevoel. Ja, en dat helpt me ook om met mijn trauma's aan de slag te gaan. Ja, ja. Ja, dus eigenlijk elke dag ook door naar hem te kijken. Ook door met Joyce in verbinding te zijn. Is het elke keer weer, hoe gaat het eigenlijk met mij? Ja. En hoe check je in?
Nou, het is grappig. Misschien moet ik nog wel een keer op cursus komen bij je, maar ik ben heel snel afgeleid. Nee, ja, hoe check ik in? Ik merk nu dat ik 's ochtends altijd een uur eerder opsta dan dat onze zoon wakker wordt. En dan ga ik naar mijn kantoor. Nou, die is helemaal aangekleed met nostalgie, schilderij van Indianen, oude stoelen. Om echt gewoon in te checken met mijn dankbaarheid en vooral ook nu tegenwoordig naar mijn ouders. Oh, wow. En naar hun ouders, want die waren wel allemaal nodig geweest om mij op de wereld te krijgen. Ja. En dat vergat ik altijd, want ik kon natuurlijk altijd bezig zijn met wat ze niet gedaan hebben, wat ze fout deden. Of, en nu s'avonds vraag ik mijn moeder altijd in mijn visualisatie van mam, wil je vannacht over mij waken? Wat je vroeger ook deed, maar nu als om die band weer beter te krijgen. Ja. En ja, zij kon er ook niks aan doen, dat ik te vroeg geboren werd in een couveuse en dat ze daardoor keuzes moest maken. Nee. Alleen het heeft wel gevolg gehad op mijn leven. Ja. Ja, en dat ziet zij misschien als falen. Dat hebben we nu ook heel veel gesprekken over. Ja. Maar ik zei ook, mam, weet je, je hebt de beste keuze gemaakt. Mm-hmm. Je moest, want het was leven of dood. Ja. Jij wist ook niet dat in de couveuse voor zoveel weken dat de band zou ontbreken. En je hebt alles vanuit liefde gedaan. En nu ben ik daar heel erg mee bezig. En ook naar Safi. Ja, we hebben echt het eerste jaar, is nu 1 jaar... echt volledig voor de opvoeding bezig geweest met onze eigen stukken om echt die binding te creëren. Want ja, ik weet hoe het is om geen binding te hebben. Ja, maar dat je, als je erover praat, ik voel gewoon je vuur. Want eventjes even heel kort tussendoor. Mijn dochter is ook te vroeg geboren. En ik had natuurlijk alles iets van, nee, zo lang mogelijk in mijn buik houden. Maar goed, het kwam allemaal eerder op gang. Was absoluut niet de bedoeling. En nou, toch in die couveuse. Ik weet nog dat ik huilend op de gang, dus midden in de nacht zo naar haar bedje strompelde. En dat ze me tegenkwamen, echt zo, wat doet u hier mevrouw? Ik moet naar mijn kind, maar ook echt zo met het handje zo in die couveuse. En dus ik kan ook voelen, weet je, als moeder, dat het nooit, dat wil je niet. Het kind hoort bij jou, bij ons lag, ze lag op de 4e verdieping en ik lag op de 2e. Maar dus ook voor jouw moeder, om met jou hierover in gesprek te gaan, hoe helend dat is. Ja, mooi en dat hoe, je het deelt. Ja, omdat het dus ook de andere kant is. Dat ik dacht, oh, daar ligt mijn mupke en ik kon er niet eens op mijn borst liggen, want daar ligt ze in de couveuse. Ja, bizar. En dan ik had een tweelingbroertje, die moest naar een ander ziekenhuis. Dus die moest daar, want dat ging niet leven, die heeft daar een couveuse. Dus mijn broertje en ik schieten elkaar de hele dag af, omdat we van rouw naar splitsing zijn gegaan. Ja, En tijdens de bevalling van zoon Safi, het enige wat ik wilde, is dat ik hem met blote handen eruit ging pakken. Ja. Mits het echt fout zou gaan. Ja. Want ik wilde die verbinding, niet die liefdevolle handschoenen van plastic, maar verbinding. Precies. En als we nu kijken naar de tijd in de wereld, er wordt continu trauma opgedaan om die ontbinding te creëren. Ja. Je zegt het al. Mijn mupke ligt op de 4e verdieping, ik zat op de 2e. Ja, letterlijk. Okay, hoe dan? Ja, toch? Wacht even. En wat gaat zo'n lief kindje doen, zo'n babytje, die denkt, ja, was mama. En mama is er niet meer. Ja. Eerst afwijzing doen. Ja. En daarna zelfafwijzing. Ja. Ja, ga dat maar eens herstellen. Dus ik ging naar Kruikpunt heen, midden in de nacht. Ik ben gewoon alleen maar bij haar gebleven. Dag en nacht lag ik daar, zolang als ze daarin moest blijven, was ik gewoon bij. Ik zei, ik ga niet weg. Ja. Toen dacht ze, die vrouw is niet goed. Toen denk ik, uit elkaar. Ja, inderdaad. Maar alles voor je kind. Ja. Maar eventjes, hè, want ik ben ook 11 van de tweeling. We hebben best wel wat overeenkomsten. Ook een drieling. Jij hebt een vierling zelf. Ja. Maar hoe is dat met jouw broer dan? Want hoe ervaar je die verbinding op afstand? Ja, kijk. Ik hou zielsveel van hem. Ja. Alleen, ik ben in de ontwikkelingsfase gegaan. Hij zijn leven. Dus hij gaat zijn ontwikkeling in. En hij mag ook nu vader worden. En ja, kinderen binden wel altijd een beetje. Maar wat ik zie vanuit mijn kant is, en dat heb ik echt moeten leren en doorleven en in sessies moeten zien met mijn teachers. Is dat er is rouw geweest. Toen zijn we al gaan isoleren in de baarmoeder. Ja. We zijn te vroeg geboren met een overtuiging van we moeten eruit, anders gaan we ook dood. Ja. En in plaats van dat we bij elkaar in de couveuse neergelegd, ging hij onderhand 100 kilometer lag je verderop met mijn vader om te overleven. Ja. En, want hij moest helemaal, anders zou hij nog dood gaan tijdens de bevalling. Ja. Ja, dus wat zijn we nu gaan doen? We zijn op elkaar gaan afvuren. Ja. Terwijl we eigenlijk in mijn ogen de onderliggende dacht is, we willen liefde en verbinding. Ja. Maar al die thema's zorgen ervoor dat we het niet durven. Wat neem je hem ook mee in die visualisaties? Nou, het is wel mooi dat je dat zegt. Ik ben nu met mijn moeder heel erg bezig. Ja. Omdat dat echt de hoofdmoot is. Ja, en dan komt natuurlijk mijn vader en mijn broertje. Ja. Maar eerst moet de breaking the bond met mijn moeder weer. Mooi. Want heb jij ook even, dit is gewoon puur nieuwsgierigheid. Je bent de eerste tweeling die ik spreek. Maar dat je af en toe gewoon voelt wat hij voelt. Of dat je, heb je dat nooit gehad ook? Nee, wij werden ook vroeger nooit gezien als tweeling. Nee, als we waren echt beste vrienden. Ja, we hadden andere. Het was echt yin en yang, zwart of wit.
zit. Ja. En dat maakt ons ook uniek in ons wezen. Alleen nu ik verder ben en bezig ben geweest. Ja, kijk, dan zeg ik altijd, in een relatie maak je ruzie om de sokken die in de gang liggen. Ja. Dat vaat was niet uit. Ja. Terwijl eigenlijk de onderliggende gedachte is, we hebben pijn en we willen verbinding. Ja, en dat is eigenlijk zo hoe het ook vanuit mijn kant ook gaat. En ik zal niks liever willen om die verbinding in stand te krijgen. Ja. Alleen daar heb je meerdere partijen nodig. Uiteindelijk moet je zelf het werk doen. Ja. Maar daar moet iemand anders ook mee aan de slag gaan. Ja. Want anders blijft het soms wel eens een disbalans. Blijft het in disbalans. En als er eentje vanuit het hoofd doet en dan het hart. Ja. Dan ja. weet je net zo goed als mij hoe het dan gaat. Ja, dan zit je niet op hetzelfde. Nee, dus ik hou me alles. En dat er nu wat min. Ja, ik hoop gewoon dat dat ooit weer goed mag komen. Goed mag komen. Ja, ik ben zo dankbaar dat je zo open dit ook deelt. En ook dat proces. En eigenlijk ook, weet je, voor mensen herkenbaar, denk ik, hè, met iedereen met ruzies of dingetjes die daar spelen. Uiteindelijk in de diepte wil je die verbinding. En even daarbij stil te staan. Ja, dat zeg je zo mooi. Dat is zo'n waardevolle les. En ja, echt zoveel respect voor over hoe jij alles aangaat. En ook dit zo open deelt. Dat mensen hier ook weer zo van kunnen leren. Hè? Want vaak zien mensen het plaatje op Insta. Wat is ook natuurlijk wat gepresenteerd wordt. Maar de persoon achter Facebook, Insta, wat dan ook. En waar je allemaal doorheen gaat. Ja, het is echt super inspirerend, Mark. Dank je. Ja, dat is ook wel mooi dat je dat weer zegt. Want ja, we zien natuurlijk alleen maar de koffer, de performance. En dat wilde ik ook eerst worden, want het was mijn schijnbeweging tot. Ja. Kom maar niet bij mij binnenkijken, daar is oorlog. Ja. En het is ook weer heel lastig om daar weer vanaf te komen. Ja. Hè, bedoel, als je dan kwetsbaarheden vertelt, dan krijg ik ook wel eens berichtjes van, ja, maar je ziet er allemaal mooi uit, je mooie vrouw, leuk, mooi kind. Maar luister. En wij weten dat het heel vaak een spiegel is van de mensen zelf. Ja. Als je dat gaat vertellen, sommigen zijn er nog niet klaar voor. Nee. Ik heb ook echt gewoon een boek geschreven. En dat was puur een ego-ding. Die zou ik nu totaal anders schrijven. Waarom? Ik heb mijn ouders ermee pijn gedaan. Ik heb mijn tweelingbroertje ermee pijn gedaan. Mm. En het enige wat ik gedaan heb, is een stuk slachtofferrol geschreven. Ja. Het opende wel deuren, zodat mensen zagen dat er meer in mij zat dan alleen maar de influencer of hoe dan ook. Ja. Maar als ik nu ooit over mijn schrijversblok die ik na mijn boek gehad heb, weer durf te schrijven, zou het totaal anders worden. Maar ja, ook dat had ik nodig om weer een stuk aan te gaan. Want wat zou je nu gaan schrijven? Wat, stel dat je, je zegt over je schrijversblok heen, wat mogen we van jou verwachten? Het gaat geweldige dingen, ben je mee bezig? Ik mijn leven is één groot verhaal, net zoals die van iedereen. Maar ik ga steeds dieper. Ik heb heel veel dingen gezien over in de wereld en word ik steeds bewuster van het plaatje. Mijn bewustzijn wordt steeds groter. Ik kom de juiste tiertjes tegen. En ja, net wat ik al zeg, mijn missie om nu weer in verbinding te komen met mijn moeder is ook hetgene wat ik nu doe met mensen in coaching. En, dat die familietrauma weer repairen, waardoor je weer bepaalde stukken je leven aan kan. En ja, ik voel dat daar door mijn kwetsbaar verhaal ook mensen weer tot nadenken zet. En hoe het gaat lopen, I don't know. Ik wil heel graag nu heel veel mensen begeleiden, zodat ik ook voer heb om de casus, en we kunnen daar misschien wel een paar voorbeelden geven om mensen nog bewuster te maken. Ja. Maar ja, daar geniet ik nu zo intens van. En naast mijn rol als vader en de keuzes die we nu maken met zijn opvoeding, et cetera. Ja, denk ik dat daar mogelijk misschien iets komt. En misschien ook wel niet, denk ik, weet je wat? We gaan eerst even de storm door en dan zien we het dan wel. Ja. Nou ja, je feest alles en dat is super mooi. Hey, en een pure nieuwsgierige vraag. Ik heb een ex van mij is ook beroepsmilitair geweest. Dat ook behoorlijk getraumatiseerd en zo. Ik kan me voorstellen dat je ook voor hun heel inspirerend bent. Krijg je nou ook vaak berichtjes dan van, of is dat toch nog iets te ver van mijn bedje? Want je moet natuurlijk wel bereid zijn om inderdaad zoals jij echt heel mooi zijn, oorlog in jezelf ook aan te kijken, wat daar nog zit. Ja, dat is natuurlijk een hele gevaarlijk antwoord zit hierachter. Nee, ik ben nu wel binnen Defensie weer ingehuurd. Ja, dat was benieuwd. Om daar verandering te brengen in slaap en vermoeidheid. Mm-hmm. Daar een geweldige samenwerking met Pieter. Hij is een wetenschapper en die heeft mij ingehuurd. En het universum heeft ons bij elkaar gezet. De man die het meegemaakt heeft vertalen en de man die de data gebruikt. Ja. En we inspireren elkaar. Dus ik zie hem nu ook al steeds meer naar dat holistische en de onderstroom gaan. En van de week zaten we in de auto. En toen vertelde ik dat zelfs nu bij de marine interesse hebben in wat ik doe. Het stukje voorouderlijk werk, numerologie. En,
Maar er zit natuurlijk een cultuurshock. Ja. Ik bedoel, ja, ja. Er gaan toch in mijn ogen bepaalde type jongens erheen, terwijl er eigenlijk heel veel gevoelige jongens zijn. Ja. 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 Ik had er eigenlijk niet thuis gehoord, nee, maar ik moest het meemaken. Ja. Ja. Ze hebben ook afgesproken van waarom gaan we eens niet naar die onderstroom, reuring in die tent. Ja. Daarnaast ben ik ooit in een slachtofferrol geweest en heb ik besloten, hier stop ik nu mee. Ja. Basta. Ja. Geen labeltjes. Er zijn in mijn ogen vaak verslaafde labeltjes. Ja. Kap daarmee, om daar dit systeem. En dat heeft geholpen voor mij. Ja. En wat ik nu natuurlijk best wel zie bij militairen, is dat de ene toch nog wat gevoeliger is om een bepaald labeltje of een rol vast te houden voor een soort identiteit. En dat is natuurlijk heel. Ja, die mensen worden vanzelf een keer wakker. Ja. Dan kan ik natuurlijk roepen van ja, je moet stoppen. Dit. Ja. Dan slaan ze me met een hamer achter mijn hoofd. Ja. Dus wat enige wat ik nu doe, is suggesties geven. Ja. Wat als we nu hiernaar gaan kijken? Wat als we naar daar? En ja, de ene gaat ervoor open. En de andere niet. En laatst zat ik met iemand en daar begon ik te praten over numerologie en voor ouders en de verbinding met. Ja, en die hebben allemaal abracadabra. En nu 4 maanden later zeg ik, ik vind die zo interessant, kan je meer vertellen? En dus het heeft tijd nodig. Ja, en ik hoop gewoon vooral voor alle militairen dat ze rust mogen vinden bij hunzelf en dat ze naar hun gevoel mogen gaan en dat ze. Ja, vanuit de onderzoeken zijn er ook, als je mogelijk PTSS hebt, je kinderen gaan 3 keer zo snel gevoeliger zijn voor angst en depressie. Ja, en dat als je daar bewust van bent, dat je er uiteindelijk iets mee gaat doen. En wat bedoel je? Dus even resume hoor, het ging me iets te snel. Dat als jij PTSS hebt meegemaakt, dat je dat doorgeeft aan je kinderen, bedoel je dat vanuit de epigenetica? Ja. Ja, dat je dus je kinderen 3 keer zo gevoelig zijn voor vooral de reacties. Ja. Terwijl ze die trauma niet meemaken. Ja. Want de kans is groot dat je het doorgeeft. Je geeft het in de DNA door, precies. Ja. En bij de vrouw zit het al vanaf 3 generaties in de eicel. Ja. En bij de man, de sperma verandert op het moment dat hij is. Dus als jij steeds meer dingen meemaakt. Ja. En dat is natuurlijk wel heel, heel pijnlijk en confronterend. Ja. En dat was ook mijn drive om met mezelf aan de slag te gaan. Ja. Op het moment dat ik wist dat ik vader mocht worden. Ja, voor je zoon. En misschien nog wel. Nu sporten, gezond eten, allemaal traumas. Nee. Ja. Nee, maar wel echt zo bijzonder dat je dit ook aangeeft. En ik denk ook wel dat je, ook als wat je zegt van als beroepsmilitair, heb je de ene kant misschien een stuk daderschap moeten innemen. Daarna sloeg het ook weer door naar die slachtofferstuk wat je aangaf. En dat je daar weer in het midden uitkomt en bij de. Ja, vooral naar het hoofd toe. Ja. Er werd natuurlijk. Op de meest kwetsbare leeftijd stapte ik defensie in. Weet je, dat was 17 jaar. Ja. Je krijgt een opleiding waar slaaptekort getraind wordt. Waar conditionering als niet goed falen. Dat is de vijand. Ja. Je luisteren, hiërarchie. Ja, en op een gegeven moment word je ouder en denk je, maar waar is mijn eigen autonomische ik? Ja, en dan gaat dat een beetje wrikken. En de ene blijft daar mooi in hangen, want het voelt veilig. Want dat kan natuurlijk ook refereren naar de opvoeding. Ja, en ik dacht, wacht eens even. Dit botst met mezelf. Ja. Ik heb medailles, uitzending, ik heb een rang. Ja. We zijn allemaal equal. Het enige wat ons onderscheidt is een beetje de functie en je naam. Ja, en ik dacht, ik moet hier echt uit om vanuit naar mijn zachtheid te gaan. Ja. Een heel gevoelig lief jongetje. En dan ga ik naar verschillende oorlogsplekken waar het allemaal iets minder lief is. Ja, want vanuit die PTSS heb jij zelf ook meegemaakt, toch? Zijn er nog momenten dat triggert of niet? Of komt het nog wel eens terug? Nou ja, kijk, ik heb nooit in de mode gegaan om die label. Ik ben eigenlijk na mijn eerste uitzending meteen het alternatieve circuit ingegaan met allerlei verschillende. Want ik wilde ook niet dat Defensie mij daarin ging labelen. Maar ik was 17, 18. Beschieting op de base, raketten die niet afgingen. Ja. De verhalen die je hoorde, de gewonde kindjes die ze moest behandelen. Ja, sta je er als 18-jarige. Ja. Ik wilde eigenlijk helemaal geen vader worden. Want ik had een kindje van 9 maanden die doodbloedde omdat hij te veel paracetamol gehad. Ja. Dan moet je echt veel paracetamol nemen. En daarna moet je weer het leven in. Maar ik mocht niet voelen. Want dat hoorde niet in die tijd. Ja, en dat heeft wel ervoor gezorgd dat ik wat korte lontje alert. Ja. Ging zoeken in verslavingen. Vrouwen bed in jagen, Tinder uitspelen, op stap, extreem drugsgebruik. Ja. Ja, en uiteindelijk dacht ik, waar ben ik toch mee bezig, jongens? Ja. Ja, maar ik had het ook weer nodig om nu de andere mensen beter te begrijpen. Ja. Ja, en als je voelt dat je bijvoorbeeld getriggerd wordt, wat doe je dan? Wat merk je dan? Als ik merk en dat ik gespiegeld word door mijn zoon en ook getriggerd word door mijn vrouw. Die natuurlijk, soms triggert ze me op mijn pijnstukken. Yeah. Het enige wat ik nu doe is zeggen, ik wil je mijn knuffel geven. Ah, normaal ging ik in gevecht en een emotie, korte lontje heb ik nog af en toe wel eens.
Maar nu is het gewoon, schat, wil je me knuffel geven? Dat is eigenlijk het enige wat ik wil hebben. Ja. Even een knuffel. Even die verbinding weer in die onderstroom. Ja, en dat vond ik echt één. Ja, maar dat is zo... Vragen. En dat klinkt al, maar dat is zoveel lef hebben op dat moment om echt die verbinding aan te gaan. Dus ook door al die muren heen, door al die overlevingsmechanismen weer. Dat is voor mij echt allergrootste moed hebben. Ja, ja, het is wel eng hoor. Ja, ja. Super knap. Ja, nou, dat gebeurt niet altijd, maar het is wel wat ik... Oh ja, schat, je moet me gewoon een knuffel geven. Ja. Want dat heb ik eigenlijk even nodig. Ja. 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 Of ik zeg van luister, ik merk dat je nu mijn moeder op me projecteert. Weet je wel, sorry dat ik zo behandel. Want ja, wat je nu doet, triggert mij naar het verleden. Ja. Ja. Ja, dus heel erg weer terug naar jezelf. Ja, ja, het is echt fantastisch, Mark, hoe open jij hierover spreekt. Ik vind het zo inspirerend en zo mooi. Want je hebt je hele leven met jezelf sowieso. En nou ja, dan wat je inderdaad doorgeeft aan je zoon. En misschien, nou ja, als er nog een bewijs van mag komen, dan... Ja, het is echt super inspirerend. De kans is dat mijn zoon mijn trauma's gaat dragen. Ja, mannen. Ja. Ja. Ja, en als ik zie hoe hij nu op de leven staat, vrolijk, hier en nu genieten. Ja, dan denk ik, hij heeft dus wel wat ik voor ogen heb. Nou, mijn vrouw. Maar dat, ja, en natuurlijk gaat hij trauma's oplopen. Ja, ja. Ja. Alleen maar dat de fundering. Zijn de fundering. Ja. En zoals mijn docent Maarten zegt, hij komt voor unfinished business. Ja, er zijn zeker nog thema's tevoorschijn gaan komen. Ja, ja. Die heb ik ook. Maar ja. Ja, maar dan is het niet gelijk al doorgegeven door jou. Je kan het ook weer, je ziet het resultaat eigenlijk in hem, hoe vrij en open hij is. Nou, ik heb nog heel veel vragen, maar we gaan even een kleine intermezzo. Wil jij een kaartje trekken die hier op elkaar tafel ligt? Moet ik hem zelf voorlezen? Ja. Nou, dat is wel heel grappig dat je het voor wilt. Waar ben je dankbaar voor vandaag? Nou, ik ben eigenlijk vandaag heel dankbaar dat ik hier mag zijn. En vanuit mijn ware kracht mag spreken. In plaats van de performance, de sales talk, maar gewoon iets wat ik mag doen is inspireren met mijn woorden. Om daar een heling in te zetten. Dus. Mooi. En daarnaast, mijn zoon is pas 1 geworden. Dus hij is weer een dagje ouder. En dat vind ik zo grappig. Ja. Die ontwikkeling, daar ben ik echt dankbaar voor. Ja, geweldig. Ja, nou, ja, ik ben super dankbaar dat je er bent. En zoveel open. Ja, je raakt me echt ook omdat je... Nou, weet je, juist zo open bent in alle processen en ook zo, in die kwetsbaarheid zit zoveel kracht en ik voel zoveel, energiestromen. Dus, maar er zijn ook heel wat luisteraarsvragen. Ja. Hier ga ik ook eens even kijken wat, er gaan natuurlijk toch ook best wel wat vragen overslaan. Maar ik ga even kijken wat, even zien. Ik heb hier een vraag. Je geeft veel coaching. Met welke klachten komen de mensen veelal bij jou? Ja. Ik begin al te vertellen. Ik begon ooit als slaapcoach. Ik dacht, weet je, mensen slapen slecht. Die vraag kreeg ik zo vaak. En toen begon ik met de oppervlakkige. Ga op tijd naar bed. En je schermpje uit. Maar in de essentie dacht ik, waar ben ik in godsnaam mee bezig met dat cognitieve... Want het was heel veel cognitieve coaching. Ja. Maar het viel me gewoon heel erg op dat... De grootste thema bij de meeste mensen is veiligheid. Want wat ga je doen? Je bent het minst veilig tijdens je nacht. Ja. Je, vanuit de reïncarnatie of in ieder geval vanuit vorig werk, ga je een soort van dood en sta je de volgende weer op met alle ervaringen die ervoor opgaan. En toen viel echt het kwartje dat ik dacht van er zit pijn in de familielijn. Er zit pijn met de ouders. We voelen ons niet veilig door de events die er gebeurd zijn. Hè? Misschien wel misbruik of agressie. Mm-hmm. Ja, en daar is eigenlijk waar ik nu met mensen mee aan de slag ga om die verbinding tussen... kind en moeder weer in orde te brengen om met vanuit voorouderlijk werk ook met mensen aan de slag te gaan om te kijken welke geheimen er bij opa en oma tevoorschijn zitten wat nu weer terugkomt bij deze generatie. En dat is het is mooi werk. Het is soms ook echt wel heftig, want ik hoor echt nu steeds meer verhalen. Ik denk van wow, oké, maar het is wel als je dan eenmaal de huilen ingezet wordt of de inzichten, want dat is als eerste nodig. Ja, dat is zo, zo mooi. Ik kan wel een voorbeeld geven. Ja. Een jonge dame, 32, nachtmerries. Nachtmerries dat ze opgehaald wordt, dat ze vanuit het raam gepakt werd. En dat begon steeds heftig te worden sinds de tijd dat onze wereld veranderd is met alles wat natuurlijk nu gebeurt. Ja. Dat is echt na, want heel dit leven ging eronder lijden. Ja. Uiteindelijk kwamen we terug dat moeders was afgestoten door... oma's, omdat oma in de tijd van de Tweede Wereldoorlog
braaf moest zijn. Want anders werd ze s'nachts opgehaald door. Ja, en hoorde natuurlijk de geluiden s'nachts. Durfde niet bij het raam te liggen, want er werden mensen opgelicht. Beste bekende. Tje. Nou ja, daardoor was haar dochter, die dus niet braaf was, werd afgestoten. Want ja, mijn andere kinderen zijn wel braaf, maar jij niet. Dus jij bent niet goed. Ja. Ja, en nu begint zij dus die flashbacks te krijgen. Want dat thema moet natuurlijk nog geheeld gaan worden. Ja. Dat zijn dus sinds de coronatijdperk krijgt die nachtmerries. Want we zitten in dezelfde soort energie. Ja. Als je niet oplet, moet je braaf zijn. Ja. Ja, en dan als dat kwartje valt, kan er heling komen tussen kind en moeder. Maar uiteindelijk ook weer een moeder het en haar moeder. Ja. Ja, en dan als dat verdriet er doorheen komt, dat vind ik zo mooi om te zien. Mm. Ja. En ze slaapt nu dus ook weer. De volgende dag hoorde ik meteen, mijn eerste nacht is rustig. Ja, ja. En een andere voorbeeld is een jonge dame die zo graag nu op haar 26e een relatie wil. En uiteindelijk een huisje. En alles helemaal geromantiseerd heeft. Maar sinds haar 15e stress, spanning, geen verbinding, angst, allerlei symptomen waar je denkt van, ja meisje, hoe kom je eraan? Mm. En zij schaadt het weg onder pesten van haar jeugd. Totdat ik vroeg van, maar wat is jouw moeder overkomen rond die tijd? Ja, en bleek moeder op haar 17 in een echtscheiding, een hele heftige echtscheiding geweest te zijn. Ja. Ja, en drie keer raden hoe die moeder zich gevoeld heeft in die tijd. Angst, misselijk, ga ik nog wel. Ja. Degene waar ik van hou is. Dus ja, de kans dat zij dus nu moeite heeft met een partner zoeken, is natuurlijk heel lastig, want ze draagt dat pijnstuk. Ja. Bijzonder, hè? Ook dat je weer zo die generaties terug kan kijken, wat dat dus allemaal met je doet en wat je dus allemaal meeneemt vanuit die epigenetica. Het is echt bijzonder. Ik heb hier... je hebt het over verbinding maken, maar ook om alleen te zijn. Is dat dan verbinding maken met jezelf of juist met anderen? Hoe werkt dat? Ja, in verbinding komen is natuurlijk... In mijn ogen, hoe als mens het sterk zijn. Ja. Want als je in verbinding komt, kan je diepgaande gaan, kan je elkaar vertrouwen. Het begint al met elkaar echt in de ogen aankijken. Maar ja, ik heb ook het gevoel dat we heel goed zijn om alleen te kunnen zijn. Om daar dus met de uncomfortable excitement aan te gaan. Dus met al die gevoelens die niet leuk zijn, die komen in stilte tevoorschijn. Ja. Als je daar de tijd voor neemt. Maar heel vaak, en dat hoor ik ook vaak terug in mijn intakes, op het moment dat dat gevoel komt, denken ze niet van, wat wil het me vertellen? Nee. TikTok, Instagram, Facebook, verbinding zoeken met de digital world. Ja. Ja, dus die kunst om terug te gaan naar jezelf, is denk ik het mooiste cadeau die je kan geven. En toen ik in die slaap zie, gaf ik ook altijd het voorbeeld. We hebben het altijd over de man en de tijger. Weet je, die tijger die erachteraan riep en dan kreeg je stress. En Amelia gaat natuurlijk zoeken, die is natuurlijk altijd bezig. Maar niemand maakt in mijn ogen het verhaal af dat hij misschien wel daarna in een grot gaat zitten om te ontstressen, te rusten, te voelen wat het met gedaan heeft, om vervolgens weer het leven aan te kunnen. Ja. Nee, we hebben het altijd maar over die rennende tijger. Ja, als je dat verhaal dan daar stopt, dan blijven mensen ook alleen maar. Ja, dan is dat wat je... dan blijf je alleen maar die tijger voor je of achter je houden. Ja, en dat, ik denk juist door, en dat kunnen we leren van de dieren, die trillen ook als ze aangevallen worden en ze kunnen ontsnappen. Zie je die beesten ook allemaal trillen. Om eruit te gooien. Ja, mooi. Ja, dat is echt, dat zeg je ook mooi. Hoe gaat bij jou die spanning eruit? Ze moeten even geduld hebben, maar hoe tril jij het eruit? Ik heb wel eens de opleiding, hoe heet het ook weer, breeding, trauma release gedaan. Dus dan wil ik wel eens gewoon die trillingen erin zetten. En vooral ontladen met mijn stem. Dus... Wat ik ermee doe, ik schreeuw zoveel lekker in de auto. Er is toch niemand die me kan zien, want dan krijg ik met mensen voorbij of ze halen me in. Ja. Dus ik probeer het echt tegenwoordig met zingen. Nou, het is niet dat ik Bon Jovi ga worden, maar ik probeer op die manier vooral mijn keelchakra open te gooien om te ontstressen. En dus ook momenten op te zoeken waar ik positief gevoel krijg. En dat zeker voor een minuut, anderhalf vast te houden. Dus als ik geniet van mijn zoon, probeer ik dat ook echt gewoon oprecht. 60 seconden te kijken, wauw, ik geniet gewoon van jou, want... En dan gaat het ook vanuit de epigenetica. En kunnen je genen weer gaan veranderen om te gaan helen. Ja. Hoe makkelijk het eigenlijk is. Ja. Je moet wel even doen. Ja, je moet wel even doen. Nou ja, en daar gaat alles aan. Dat vind ik echt super mooi. Er komt toch gewoon een vraag over slapen, even tussendoor. Volgens mij heb ik gelezen dat je ooit gezegd hebt, je moet houden van slaap. Doen we dat niet al? Nou ja, dat is wel een goede, mooie vraag. Ja, als ze natuurlijk vragen mensen, iedereen zegt, ik ben altijd goed in slaap. Oh, ik hou van slapen. Ja, dat klopt.
Maar we zijn wel opgegroeid in een cultuur, een conditionering dat minder slapen meer geld zou opleveren. Ja. Hè, we zien natuurlijk de hele bekende rijke mensen die verhalen riepen dat ze met 3 uur sliepen en miljoenen verdienden. Ja. Hè, we hangen in mijn ogen best wel veel het geluk af aan financiële waarden. Ja. Terwijl we onze eigen waarden vergeten. Ja. Terwijl als jij ervoor kiest om een slaap vanuit overgave, hè, want je hebt geen controle over slaap. Ja, dan kan het je teachings gaan geven. Hè? Dromen kun je teachings geven. Je kan je vragen gaan stellen. Alleen we zijn nu bezig, maar ik moet slapen en de volgende dag moet ik weer dit. Ja. Ja, dus houden we dan echt van slaap of zien we het als een obstakel die toevallig moet, want anders val ik om. Ja. Ja. En als je in overgave kan, zonder controle en niet meer bezig bent met eigenwaarde, ja, dan kan je echt gaan houden van slapen. Ja. Als je kwaliteit omhoog gaat, dan ga je zien dat je kinderen beter gaan slapen. Dan gaan met jezelf aan de slag. Maar ja. Dat lijkt toch wel lastig, omdat we continu die impulsen krijgen van afleiding en maar te horen dat vanuit, en dat komt vanuit de industriële tijdperk, en toen creëerden we slaaptekort, want dan kon je meer geld verdienen. Mm-hmm. Ja, dat zit er heel erg ingebakken bij ons. Ja. Ja, wat ik echt eventjes, je zei het even tussen neus en lippen door, wat ik echt heel mooi vond wat je zei. He, sowieso vertelde je natuurlijk van, nou, nu voordat ik ga slapen, connect ik nog even extra met mijn moeder. Je zei iets als van dat er diepgang ook tijdens slaap is, of dat de inzichten tijdens slaap kunnen komen of iets. Dat is het natuurlijk ook, hè? Er zit ook iets magisch. Heb je ook wel eens dat je met een intentie naar bed gaat? Ik ga even. Nou ja, ik. Kijk, je slaap bestaat natuurlijk voornamelijk uit lichte slaap, en dat is allemaal nodig. Die diepe slaap om fysiek te herstellen, om je immuunsysteem te resetten. Het beste gouden medicijn is slaap. Ja. Te jong te blijven. Maar in je remslaap gaat ook het gevoel bij situaties probeert hij te ontkoppelen. Ja. Dus als je een goede kwaliteit slaap hebt, dan schrik je niet elke keer als een rood brommetje komt, omdat je daar de eerste keer in je leven mee aangereden bent. Maar ja, als je daar dus gaat knippen, gaat het dus fout. En dat zie je natuurlijk ook in een schoolsysteem. Pubers hebben die remslaap nodig om volwassen te worden. Nou, wat doet het schoolsysteem? Om 8 uur een SEO. Nee, die kinderen moeten tot 11 uur uitslapen, want het brein moet nog vol in ontwikkeling. Ja. Ja. Maar ja, de docent die wil juist vroeg beginnen, want die begint 's avonds in te pakken. En heel dat systeem is daarop gebouwd. Ja. Ja. Maar als je gaat kijken naar culturen, naar het onbewuste brein, waar we allemaal steeds meer interesse in hebben. Ja, ik heb geregeld wel eens vragen opgeschreven. Een open vraag. Want ja, je brein kan niet echt ja, nee in je slaap zeggen of voor anderen. Maar dan kan je het zo eens binnen 5 dagen, kan je gewoon aanwijzingen krijgen. Ja. En dat is ook wat ik vanuit Maarten geleerd heb in de voorouderlijk werk. Als je met die mensen bezig bent, hoe vaak je daarna niet hoort dat ze aanwijzingen krijgen. Ze vinden een dagboek. Ja. Of moeders begint een verhaal te vertellen. Of ze vinden iets in een bibliotheek. En dan denk ik, het is zo voor de hand liggend. Maar het is vanuit ons, ja, de donkere identiteiten, is die conditionering erin geduwd dat we alles met ons hoofd moeten oplossen. Dat onbewuste brein, ja, ver weg blijven. Ja, dus ja, kan je houden van slaap. Ja, als je er vol in gaat en geniet om antwoorden te krijgen. En die zullen soms pijnlijk zijn. Maar ja, dat hoort erbij. Ja, nee, ik ben ook echt slaap wel gaan waarderen. Ik was ook nooit zo'n goede slaper, hele lichte slaper. Maar nu ook, als ik vanuit dankbaarheid slaap en ik voel mijn ouders achter me en zo die voorouderlijn. En dank voor de dag en voor iedereen om me heen. Ik stuur vaak stiekem ook nog wel energie naar iedereen die het nodig heeft. Maar gewoon, ga dankbaar slapen, is het ook stil. En daar komt dan gewoon zoveel ook. Vanuit daar sta je ook weer anders op natuurlijk. Dus je wordt een soort van opnieuw weer geboren. En die synchroniciteit waar jij het ook over hebt, dat komt allemaal meer. Ja. Dus die flow komt ook veel natuurlijker. Ja, je zegt het al heel mooi, hè, die energie. En dat leerde ik in de tijd dat ik die slaap is. Met welke energie ga je naar bed? Want heel de nacht gaat dat door je lichaam heen. Dus als jij ruzie maakt s'avonds omdat je partner te laat thuis is, ja, dan wordt de volgende keer erger. Want de energie ebt en de volgende dag ga je met 3-0 achterstand de dag in. Dus als je inderdaad dat stukje dankbaarheid, kijkt wat je allemaal wel hebt, dat je je ouders bedankt, hè, of ook je opa en oma. Hè, bedoel, want ja, als je je schoonouders afwijst, wijs je indirect ook weer dat stuk van je vrouw van je partner, of je partner af. Ja. Bedoel, dat is natuurlijk ook vanuit de fontein een hele mooie wakkerwordtheorie. Maar ja, we moeten natuurlijk niet ook slapen. Maar dus hoe meer je bezig bent innerlijk met jezelf, liefde en verbinding met je voorouders, ja, hoe mooier die energie kan. En als je eenmaal die rust hebt, dus niet meer die spanning, niet meer dat piekeren, ja, dan komen de antwoorden voor het leven. Ja. Ja. Dat is echt, ik vind het zoiets magisch, dat onbewuste. Ja, dat is zit er allemaal magisch. In. Ja, mijn dochter kwam gisteravond, was wel grappig. Ik, op een gegeven moment zei ik, nou moet ik echt gaan slapen. Zit net weer met school en alles. En toen kwam ze later terug, want ze was een beetje mopperig op mij. En toen zei, mama, ik kom nog even een knuffel geven, want we moeten niet boos gaan slapen. Oh, het was mooi, echt zo. En ik pakte me zo die vast. Hebben de antwoorden. En die energie zo. En ja, dan weet je ook wat het. En het was helemaal goed. En
Ja, ja, die kinderen prachtig. Zijn zo magisch. Ja. Want ze laten je de dingen zien die je nog mag verwerken, ja, als ouders zijn. Ja. Maar ook de stukken die nog verborgen zitten in je grootouders. Ja. En ja, op welke leeftijd ze dat laten zien, is vaak ook een heel mooie leeftijdsgrens bij jezelf. Dus als, ja, een kind van 6 elke avond met papa en mama wil slapen, omdat ze het idee hebben dat ze alleen gelaten wordt, vraag ik heel snel. En, ja, hoe was het voor jouw ouders? Nou, bij, ja, de mama ook, ja, op haar 6 alleen gelaten werd, want, ja, moeders moesten de nachtdienst altijd in om, ja, te zorgen voor het gezin. Ja. En die kinderen spiegelen dat gewoon terug. Ja. Ja, het is me nu de laatste tijd heb ik zoveel van die sessies. Denk ik, ja, dit is het gewoon. De mensen vertellen de woorden die nodig zijn om dat stuk aan te gaan. Ja. En die kinderen doen dat, ja, die doen dat gewoon. Het is echt heerlijk. Maar ook de wijsheid, weet je. Want ik vertel dat haar vaak, nee, we gaan niet boos slapen. Hè? En dan gewoon zo even samen weer. Oh, nou, gewoon heerlijk hoe dat werkt. Vooral ook niet het woordje ben gebruiken. Nee. Ja, want heel veel, mama, ik ben boos. Nee, ja, nee. Je voelt je boos. Ja. Want dan kan het, ja, weer wegappen. Maar, ja, dan ga je ernaar gedragen. En dat zie je heel vaak in mijn coaching ook. Ik zeg, wat zeg je dan? Ja, zeg tegen mijn kind dat ik boos ben. Ja. Ja, maar dan wordt zo'n kind iemand die dus altijd boos is. Dat, ja, weet er ook niet. Nee, ja, nee. Dat is niet, ja, identificatie, ja, loslaten. Hé, hey, wij gaan een mooie oefening doen volgens mij. Oh ja, ja, die moet ik nog verzinnen. Wat gaan we doen? Nou ja, neem even, we hebben natuurlijk zoveel ja, je hebt, oh, maar gesproken. Maar je kan alle kanten op. Ja, ja, kijk, ik zou een schrijfoefening, want ik denk dat daar de grootste heling in zit. Natuurlijk in jouw boek schrijf je ook hele mooie oefeningen met schrijven. Maar eigenlijk de vragen die ik je wil gaan stellen om daarover na te denken. En voor je, misschien is vooral ook van de mensen, wat staat er tussen jou en je slaap in? Hè? Ja, zullen we eens, ja, gaan zitten? Dan is misschien wel. Nee. Dus voor de mensen die nu thuis aan het luisteren zijn, die staan altijd te wachten zo op zo'n oefening. Mensen die in de auto zitten, ja, ja, parkeer je auto. Misschien lekker om even erin te gaan. Zo, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, mocht je ergens zijn, voel je vooral even dankbaar dat je de tijd mag nemen om naar deze podcast te luisteren. Dat je tijd voor jezelf gekozen hebt om die liefde te voelen, de nieuwe kennis op te doen. En dat je nu gewoon eens gaat kijken naar wat mag ik verbeteren, wat mag ik aangaan om rust te vinden. En de vraag die ik dan ook heel vaak stel is, kijk gewoon eens vanuit jezelf, wat staat er tussen mij en mijn slaap in? Is het misschien wel de veiligheid die ik niet kan waarborgen? Is het stress? Is het de angst voor de toekomst? Is het de gedachten die continu op en neer gaan van hetgene wat ik zie op het nieuws of hoor bij mijn omgeving? De angst om verlaten te worden. En weet je, het mooie is, het mag er gewoon eigenlijk allemaal zijn. Want het feit dat dit tevoorschijn komt, geeft ook weer ruimte om ermee aan de slag te gaan. En als je die vraag voor jezelf beantwoord hebt, gaan we eens kijken naar, hoe zou je je eigen moeder omschrijven toen je zelf kind was? Het is natuurlijk heel erg dat je nu vanuit de volwassen rol anders gaat kijken. En probeer je moeder dan niet af te kraken van wat ze allemaal niet gedaan heeft, maar kijk eens wat ze allemaal wel gedaan heeft. Want achter al haar stukken zit ook mogelijk trauma of tekortkomingen of angsten. En als je dat voelt, geef ik altijd een pen en papier en schrijf eens op waar je moeder, ja, voor blamed, waar je boos op bent. Want dan kan je het even ventileren. Van, hey, mom, shit, ik voelde me afgewezen. Je was er niet voor me. Je was bitter en kil. Ja, ik moest altijd heel erg mijn best doen. Ik ben voor je gaan zorgen. En al deze gevoel, al deze gedachten mogen er gewoon zijn. Uiteindelijk ga je deze ook met papa doen. Hoe zou je je vader omschrijven toen je kind was? Was die er? Was die emotioneel afwezig? Was je zijn oogappeltje? Kwam die bij jou halen wat hij bij moeders niet kon krijgen? Alles mag er zijn. En dan pak je daarna dat stukje waar je boos op bent. Waar je het misschien teleurgesteld bent dat hij niet was. Dat hij afwezig was, waardoor je nu 1000 studies aan het doen bent. Waarom je afwezig was, waardoor je geen goede verbinding kan krijgen met mannen. Het mag er allemaal zijn. En
kijk nu eens naar je partner, als je die hebt. Hoe kijk je naar hem nu? Nu je eerst naar je ouders gekeken hebt. Misschien zijn er wel overeenkomsten. Ben je verliefd geworden op de pijnstukken van je vader en je nieuwe partner? Ben je bij je nieuwe partner de stukken aan het halen die je bij je moeder miste? En voel dat het allemaal mag zijn. Want vanuit een relatie kom je vaak vanuit pijn bij elkaar. En dat betekent niet dat je elkaar los moet laten. Dat je eraan mag werken. Vanuit liefde. En als je dit opgeschreven hebt, gevoeld hebt, weet je dat je het nu anders mag doen. Dankbaar mag zijn dat je ouders er waren, want anders konden jullie niet zijn. Dat de ouders van je partner er waren, want anders kon die er niet zijn. En dat je vanuit nu weer in verbinding gaat komen met je moeder. Niet vanuit vergeving, maar gewoon dat je het gesprek eens aangaat en vraagt, wat is er nou allemaal bij haar gebeurd? Want zo krijg je antwoorden en vooral ook compassie naar je ouders toe. Want die compassie gaat ervoor zorgen dat je weer in verbinding komt met jezelf. Dat je weer in connectie kan komen met vriendschappen, relaties, financiële, maar ook veilig voelt in deze wereld. En dat je, hoe meer je in verbinding bent met je ouders en je voorouders, hoe krachtiger je bent in onrustige tijden die er nu heersen. Als laatste schrijf je op wat je voelt nu. Nu je deze oefening gedaan hebt, wat voelde je? Misschien wel verdriet, energie die eruit komt. Misschien wil je schreeuwen. Misschien valt er een kwartje. En voel wat dit doet, want het is allemaal welkom. Het is allemaal dankbaar, want dit is wie we zijn, wie je bent. En als laatste dank je jezelf voor deze moment dat je hiermee aan de slag gaat. En elke keer als je iets voelt, voel je weer die liefde naar jezelf. Dank je wel voor het luisteren. Ik zweet er gewoon van. Super fijn, wat een energie. Ja, ik kwam zo binnen. En dan, helemaal door je heen, ja. Ja, voel ik meteen weer die huid-op-huid contacten die je eigenlijk nodig hebt. Ja, het is echt, het was wel grappig. Ik kreeg een herinnering van hoe zag je als kind je moeder. Ik had, wij gaan verhuizen. Dus ik moest allemaal dingen opruimen en ja, dan ruim je eigenlijk ook wel weer oude herinneringen, oude stukken identiteit en alles natuurlijk wel kom je tegen, mag je loslaten. Maar een supermooie foto van mijn moeder in een lijstje met een kroontje erop. Mijn moeder was echt, ik vond haar echt fantastisch. Dus ook die verbinding is er eigenlijk ook altijd wel heel erg geweest. Dus heel bijzonder als je daarop terugkijkt. Van ook later natuurlijk zet je ook wel tegen af. En dat is ook wel wat het proces wat erbij hoort en alle oordelen en al het opstijgen heb ik ook gehad. Dat kwam ook wel voor in de podcast met Els van Stijn, maar dat je daar weer terug gaat denken, oh ja, dat had ik vroeger met mijn moeder. Was echt wel heel mooi dat je dat zegt. En vooral ook, je zegt het nu al, dat verhuizen hè, of een bepaalde leeftijd of een ingrijpend event zorgt voor een mogelijke trigger om ergens weer mee aan de slag te gaan. Ja, ja. En als je vanuit je ouderlijke huis weggaat, ja. Ik bedoel, ja, dan kan in één keer iets in werking gesteld worden. En wat ik vergeet was in mijn leven, is dat mijn ouders en mijn opa en oma's ook mens waren. En dat ze een trauma hadden en misschien verhuisd moesten worden omdat er iets onveilig was of voor het werk of mensen overleden. Maar ik keek eigenlijk alleen maar naar, ja, mijn moeder was er niet of mijn vader was aan het werken. Terwijl die man met liefde gewerkt heeft om ervoor zorgen dat ik naar school kon, een boterhammetje kreeg. En nu dacht ik van shit, hij heeft ook zijn stukken. Ja. En die draag ik ook bij me. En mijn moeder ook. En nu begint daar een opening te komen. En fijn, dat gaf hè? Ook die trigger van ja, waarom slaap ik nu slecht? Ja, hetgeen wat mensen overkomen op uitzendingen. Ja, en dan, maar dat heeft Maarten Overzien mij laten inzien dat dat weer iets was vanuit mijn voorgaande leven. Dus dat ik het opnieuw moest herleven. Toen dacht ik, ik kan het weer aangaan. Maar uiteindelijk dacht ik, wacht eens even, het begon met de couveuse. Het begon in de baarmoeder. Ja. Daar begon de verbinding die moeders was bang dat ze ons zou verliezen. Ja, ik snap dat zij dan op een hele andere manier naar meerdere miskramen denkt van nou, ik ga eventjes hoog in de spanning zitten en angst, want als ik deze verlies, dan wordt het nummer 8 en 9 die ik vasthoud. En dat geeft nu ook, hou vast om te groeien. Ja, dat moest je kijken hoe ingenieus het systeem ook weer werkt en waar het dan allemaal weer aan bijdraagt. Dat jij weer zoveel wijsheid en inspiratie aan mensen mag geven en wij dit weer mogen ontvangen, want zo zie ik het dan ook vaak in ieder geval. Ik vind het fijn hoor, dingen te koppelen aan zingeving, dat je denkt, het is niet voor niets geweest. En
Nou ja, zo kun je dat ook weer doorgeven aan anderen. Jij hebt enorm inspirerend ook hoe open je daar hier over vertelt. En ja, die dankbaarheid is gewoon heel erg te voelen. Zeker, ja ik voel ook het vuur dat ik weer naar die mannelijke energie. En natuurlijk ook nog mijn innerlijke vrouw die zachtheid houdt. En, maar vooral ook die innerlijke man die gewoon nu in deze tijd wil opstaan om ja, die reuring te brengen, zodat dat mensen weer goed kunnen slapen, verbinding krijgen met de voorouders en vooral hun eigen ouders, waardoor we deze donkere tijd, die er misschien nog aan gaat komen, met z'n allen kunnen doorleven. Ja. En vanuit daar weer iets moois kunnen opbouwen. Ja, en ik zat net even zo, hè, weet je, inderdaad, mensen komen misschien vanuit slaapproblematiek naar jou, dat is ook maar een symptoom. En uiteindelijk gaan ze met jou natuurlijk naar die diepgang en diepte waar het echt over gaat. Ja, dat is natuurlijk wel heel lastig, business-wise zeg ik dan altijd. Ik ben geen salesman, ik ben geen marketingjongen. Ik moet gewoon mijn verhaal vertellen, mijn stem is de helende de factor. Ja. Ja, nu steeds meer brengt het universum mij ook de mensen naar me toe. Ja. En daar mag ik dus in overvloed in vertrouwen. En daar zit natuurlijk de dualiteit tussen mijn schaarste vanuit mijn geschiedenis naar, shit man, ze zitten gewoon op je te wachten. Want anders was ik hier niet geweest. Ja, nou precies. Anders was je niet gevraagd. Want zo werkt het ook, het universum vraagt je. Nee, maar dat zeg je wel mooi. Weet je, dus het ego denkt in schaarste. En en je hart, je ziel gaat uit van overvloed. En die stem ben je natuurlijk steeds meer aan het, echt aan het horen, aan het voelen en aan het ownen. En dit is wel waar het over gaat. Want je kan ook een, noem het maar even, een veilige baan nemen ergens waar je weet dat de inkomsten altijd is. Maar dan ben je waarschijnlijk, als ik je zo ken, niet gelukkig en ZZP zijn. Zeker. Het geeft ook heel veel onrust. Ja. Soms denk ik, oh, dat is wel even fijn zijn. Maar het is ook afleiding. Ja. Hè? Want ik vertrouw dus niet op mijn eigen kennis. Ja. Dus kies ik dan maar om ergens in loondienst eventjes te werken. Terwijl eigenlijk, vanochtend had ik met de hond uitlaten en bij een vriendin. Ja, die werkt nu met een Oekraïense opvang. En terwijl ze mega veel studies. En zeg maar, wanneer ga je dat nou eens loslaten? Is dankbaar. Maar eigenlijk is afleiding voor wat je echt wil doen. Ja. Ja, en maar de inherent zeg ik natuurlijk ook tegen mezelf. Je kan wel zoeken naar een baan. En als je, dat was mijn hele mooie ingeving. Als je bereid bent om in loondienst te gaan, gaat je bedrijf lopen. Hmm. Want als je een hoge nood moet doen omdat de boterham de huur moet, dan is het oké. Okay. Ja. Ja. Als je vertrouwt op je innerlijke kracht, komen ze vanzelf. Ja. Ja, supermooi. Supermooi. Nou, dat was eigenlijk al stiekem een hele mooie tip voor de luisteraar. Maar is er nog iets anders wat je mee wil geven aan luisteraars? Want we gaan richting het einde van deze podcast. Ja. Vloog voorbij. Snel, hè? Ja. Ja, ik voel dat er nog eentje aan gaat komen. Maar als ik kijk eens naar hoe meer je ouders afwijst, hoe meer je erop gaat lijken. Hmm. Dus hoe meer je de delen bij paps afwijst, die delen die je niet afwijst, komen vaak weer terug in je partner. En dat zorgt natuurlijk voor pijn, projectie, overdracht. Ja. Dus ga eens kijken of je die verbinding weer mag maken zonder en na het stuk slaap. Durf eens naar overgave te gaan. Ga eens genieten. En als je vragen hebt, schrijf het eens op. Leg het naast je neer. En waarschijnlijk krijg je binnen 5 dagen antwoord. Ja. Door middel van beelden in je slaap. Fantastisch. Dank je wel. Super waardevolle podcast. Weer echt heel dankbaar dat je hier, hier bent en dat we elkaar eindelijk zien. Ja, je had even nodig, hè? Ja, had even nodig. Nee, maar echt heel waardevol. Dank je wel. Ja, bedankt vooruit. Dank je wel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan om je in deze reis te begeleiden. Ben jij door deze podcast geïnspireerd om de volgende stap richting een holistisch leven te zetten? Kijk dan op onze website www.zoma-opleidingen.nl voor meer informatie over de cursussen en opleidingen die we aanbieden. Je kunt je daar ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. En vind je deze podcast leuk? Volg ons dan via je favoriete podcast app of abonneer je op ons YouTube kanaal. Zo verspreiden wij samen meer licht, liefde en bewustwording. En maken we de wereld een stukje mooier. Tot volgende week!